Dan kijken we naar de 218 op die derde plaats. En de 218, dat is Cedric Kastmakers, de bal van de Mikos. En dat de Flying Devils, daar op de vierde plaats. We gaan kijken, gaan we volhouden, de tweede plaats. Daar is het. Dan zien we komen, deze 316. Die zit in de tweede plaats. Die zit in de tweede plaats. We zijn weg en we gaan kijken daar naar race nummer 219 boys tegen girls 10 jaar. We zien daar aan derde plaats 101 Diebe van Engeland en 302 Ryan Chucky gaat zich aanmelden voor de vierde positie in race 220. Watch the en we zijn weg. Niet de beste start hier van Joep Maandans. Maar hij staat aan de binnenkant. We gaan kijken. Het is Goossens die daar aan de leiding gaat. Super mee ook die. En we gaan kijken naar de 238 die buitenom gaat komen nog. Heel mooi, Boris Brekermans, Boris Brekermans. En dan naar de weg is de bal uit Maden. En dan zien we gaan kijken, het is Bas van Brekermans. En we zien daar Bart Stiermans, die zit er ook nog bij. Gaat de bal uit Maden over, of komt er nog iemand in stof? Het is Junior Rick, Junior Rick. Oeh! Het is toch de bal uit Maden. We halen even een crash af. Wie komt er als eerste hier op de vierde plaats in race 223? We zijn vertrokken in race. Gaan we verder. Ik wacht even tot we weg waren. 224, Erik Peters, Marijn van Eerwijk, Femke Gerritsen, Indy Schepers, Sam van Os, Jimmy Jansen en Lars van der Haken en Sten Gummer. We gaan eens kijken. Kunnen de ladies in deze vorm, kunnen die het iets uitmaken? Of moeten ze zich gewoon geven van de heren? We gaan het even zien. Ze komen eraan. Wie zit er voorop? Ik zie Double True voor Erik Peters recht voorop. En dan zien we aan de andere kant 2-5, Brian van Eerwijk. Dan gaat het best 3-10, de Indy Schepers zit erbij voor je. We steken de bal uit nu wat we daar op de eerste plaats genoeg genoeg Felix. Daar is het in de kom op dicht. Dan gaan we kijken naar de man. Ryan Makel die daarbij zit op die derde plaats. En de vierde plaats. Die gaat dan naar de man van het Dream Team. Of wordt die andere man daar in die roze helm. We gaan kijken als ze door de kom op. Nee hoor, het is Wessel van Dijk. Hij wordt hier vierde. Race 226 is verstart. De roodduikers vinden van Landveld, Kermels van Heesgaan en Aanloop. Steuntje vindt de Rit Timmermans, Behouden Ginsluit en Roy van Doel. Is het Girls Who of zijn de heren sterker in deze? Vinden van Landveld komt als eerste voorbij. Dan zien we 256 in de binnenbocht en 256 ter schaal van Hees. En dan moet je 13, die zat er ook al bij, door Pieter van Landveld. We zagen 256 daar ook nog aansluiten, Kermels van Hees. En nu krijgt hier als de van de honden van de streep komen. We zien daar 13 als Pieter van Landveld. Het is de man uit ons vandaag. Die kan op de bief. We gaan even kijken op de eindstreep, op het laatste rechte stuk. Wie gaat hier 1, 2, 3, 4 worden? Want het is natuurlijk belangrijk. De eerste vier gaan naar de finale. 2, 4, 9, die kan op. Pedro van der Wetering nog steeds op de eerste plek. Julian 50 is de tweede man. Dan moet je 52 zetten door de laatste man. Dus we zwemmen hier met Kevin van der Groenendaal. Kevin van der Groenendaal, Eikelen op die tweede plaats. En dan gaan we kijken naar daar de 357 kringen die daarbij zit. Ik kan het van deze kant al moeilijk zien. Maar ik denk dat het... Josh Gielis, die zou ik er nog bij zitten. Maar de overwinning naar Kevin. 128 zag ik daarop, dus 34 meter van dan. En 128 was ik daarbij bemoeien. Noah van Eerste van de supergroep MyBoat Team. We gaan eens even kijken wie daar als vierde hier mee mag. Want die mocht natuurlijk ook mee naar de finale. En nummer 4 zien we dit in 128. Noah van Eerste.
Ja, kijk, hier zie je de eerste bocht komen. Het is de man met zijn Remco. 21, 23, dat is Matthijs Verhoeven. Matthijs Verhoeven die daar aan de leiding gaat. Dan kijken we naar Axel op die tweede plaats. Kerst Wim van Uden, die zit daarbij. En dan zien we daar een man in het blauw. Ik denk dat het Leroy van Hassel is. Die daar op Jelle van der Spijker, de man uit Veldhoven. Race 232 van de plank. Koen Nouwen, Koen van der Wijs, Mike van Rooij, Michel Smits, Jeroen van Sloot, Erik van der Biel, Bartjan Onnik en Michael van Gelderen. Wie komt hier als eerste voorbij? Wie maakt de aanvraag op pole position? Wie wil langs naar de punten? En natuurlijk springwaarder mooi bij. 2-6. Goedje van der Wijs voor het. 128 staat voor. Volgens mij heeft hij bij Vlok een ander nummer op zijn draai is dat hij op zijn bord heeft. We gaan het zo meteen even zien wie naar de derde plek. Oké, de beste start is van Judith Bouw, maar dan komt ze aan nog. Nummer 66, Rieke Klaus van de Mikros uit Wieken. Dan zien we Judith Bouw. Dan gaan we kijken naar die derde plaats. We staan in het geel zwart. En dat is de 31. Dat is... Of kan Sony Vissers uit van de Mikros nog een aanval plegen? Nee hoor, het gaat Volkel worden. Volkel met Sanne Vollenberg. En nog meer ladies, die komen eraan. Ellen Jacobs, Merels Milders, Julie Hansman, Inge Flipsen, Melanie van de Gevel, Sarah van Hees, Karel Moller van Kessen en Simone van Delderhof. Wie komt er als eerste mee, deze ladies? Dat is 2, 5, 1 en 12. Die zitten komen met daar. Ellen Jacobs en Merels Milders. En ze gaan nog even doorsnoeien, want ze geven vandaag geen winst. Ik heb op de derde plek, zeg ik, een van de dames van Hees, Sarah. Wie gaat daar als vierde bij aansluiten? Daar zit nu nog Inge Flipsen. Blijft dat zo, want er wordt druk. Vindt u nog? De nummer 12 als eerste, Ellen Jacobs, hier van Volkel. Oh, dan zijn we weer bij de spelers 122. We zagen daar aan de buitenkant van de dikke berg in zitten. Eén is het nog steeds, de man van de TV Sport. En dat is natuurlijk Kevin Springer. Dan zien we van Handel en Giel Klaassen. En de vierde man is de man in het zwart, Stijn Nouwen. Bij de laatste halve finale, wie gaat hier winnen? Wie komt eraan? Maar ik denk eerst nog beter, stop aan de wagens, hang in de grenzen. Maar van Brussel, Uber van de Fitting, Jan van Elzen en Roel Koenen. Wie zit er voorop? Handel in het team, maar ik zit voorop. Hij heeft er al het rijtje gedaan, het Nederlands shirt. Wie gaat er voor mij? We gaan even naar de ijsling kijken, want het is de laatste halve finale. Die al over helemaal uitrijden. Handel de Wieners zit erop, maar ik denk, dan zien we Druppelfrit als tweede. Dat komt daar gaan, 2-0.